Nou ja, ik krijg mijn eten hier bij de deur. Ik ben net zo gevangene. Head and shoulders. 2 plus 2 gratis. Is er wat bij voor jou dan? Goedemiddag, het is zaterdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in mijn hokje. Ik zit dus in thuisisolatie. Ik moet me zo min mogelijk in de buurt van Chris begeven. Dus ik zit nu op de oude slaapkamer van mijn zoon. Die is natuurlijk jaren geleden het huis uit gegaan. En dit is de logeerkamer normaal gesproken waar mijn broer slaapt. Ja, ik ben nu even niet zo fit op dit moment. Vanmorgen leek het wel weer aardig, maar ik heb nou het gevoel dat ik alleen maar kan slapen. Vanmorgen belden ze van de GGD vanwege het bron- en contactonderzoek. Moest ik allemaal vragen beantwoorden. Hier het monster van Loch Ness. Maar goed, het is zondag vandaag. Ik zit nu al voor de tweede dag hier op mijn kamertje opgesloten. Omdat ik natuurlijk in isolatie ben nu, omdat Chris negatief getest is en ik positief. Moesten we ook gelijk uit elkaar, want elke dag dat ik hem kan besmetten, betekent voor hem ook weer een dag later dat hij kan gaan testen. Dus dat het steeds langer duurt voordat hij weer naar het werk mag. Dus dat schiet ook niet op. Dus ik zit nu geïsoleerd. Dus dan kan je rekenen vanaf vrijdag of zaterdag. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Dan kan hij woensdag gaan testen. Dus we proberen nu zoveel mogelijk uit elkaar te blijven. Wat dus niet echt leuk is. 'S morgens ben ik best fit. 'S middags kak ik in. Dan heb ik echt zin om te liggen. Maar ik heb vannacht ook op zich redelijk goed geslapen. Ik zit een oude tijdschriften te lezen die ik hier vind. En deze had ik nog nooit gelezen, dus dat komt mooi uit. Het is eentje uit 2019, dus er staat nog geen woord in over corona. Het is wel even leuk. En voor de rest heel veel Netflix op de iPad. Nou ja, ik krijg mijn eten hier bij de deur. Ik ben net zo'n gevangene. Ik heb wel eetlust, maar ik proef nog steeds niks. Echt helemaal niks. Zo, even gedoucht. Dat is toch wel even lekker. Maar het is een uitputtingsslag. Ik ben helemaal kapot nu. Lekker schone spullen aan. Oh, heerlijk. En Celine die was hier net voor de ramen hier beneden. Even naar me zwaaien. Die heeft bedrijven schoongemaakt. En die rijdt nou weer weg. Die brengt de sleutel terug. Ja, heel kaal allemaal. Maar goed, ik blijf voorlopig nog even op mijn hokje zitten hier. Ik baal hier echt zo ontzettend van. Echt niet best. Helaas, pindakaas, dat erg af kunnen lopen. Romy, schattenbout. Hey. Hey, hoi, een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 12 januari. Dit is dag 10 van mijn quarantaine in principe. Officieel mag ik morgen weer naar buiten. Ik ben weer een beetje in het land van de levenden. Ik heb even lekker gedoucht. Weer even wat schoons aan, maar ik kon het nog niet opbrengen om gewone kleren aan te trekken. Dus ik zit nog in een wijde yoga broek en een oud shirt. Ik probeer me een beetje op te tutten. In de hoop dat ik me dan een beetje beter voel. Niet. Ik ben heel moe. En nog goed vol. Dus of ik morgen zou kunnen werken, dat is nog maar even een dingetje. Ze zeggen dan dat je 24 uur klachtenvrij moet zijn. En ja, dit zijn nog klachten volgens mij, maar goed. Heel lastig, je moet het zelf maar een beetje uitvogelen. En ja, volgens mij weten ze het zelf ook niet zo heel erg goed. Maar ja, je moet een beetje die richtlijnen volgen natuurlijk van de GGD. Kijk, ik heb ook met hun aan de lijn gezeten en ze zeggen ook van vanaf het moment dat je denkt
dat je besmet was. Met degene nog contact hebt gehad die je besmet heeft kunnen hebben. Moet je zo'n 10 dagen rekenen dat je zelf besmettelijk bent. En zo'n 7 dagen vanaf het moment dat je klachten kreeg. En dat is natuurlijk vorige week dinsdag geweest. Ik moet wel zeggen dat dit wel de milde vorm is. Anders had ik op de IC gelegen. Ik heb altijd gezegd, als ik corona krijg, dan ga ik dood. Omdat ik op zich vrij gevoelig ben op mijn longen. Als ik verkouden ben, dan zijn er 10 verkouden. Dan hoest ik 3 weken. En dat is niet. Ik heb misschien maar 1 of 2 dagen echt goed koorts gehad. En toen was het ook weer over. En ik heb gewoon een griepgevoel. En eigenlijk meer niet. Godzijdank. Zo, omdat ik natuurlijk vorige week mijn thermos. Dat doet corona ook met je, zo verstrooid. Omdat ik verleden week mijn thermometer kwijt was, had ik bij de Kruidvat een nieuwe besteld. En dat heb ik gelijk maar even wat meer besteld. Chris' Head & Shoulders was op. Dus ik zal even laten zien. Het kwam net binnen. Ideaal dit. Even laten zien wat er nog meer besteld is. Oh. Head & Shoulders. 2 plus 2 gratis. Vitamine C tabletten. Dit zijn 1000 milligram. Extra sterk dus. Hoeft maar 1 per dag. Een fles handzeep navul. En nog een fles handzeep navul. In het kader van de wassen vaak onze handen. Dove deodorant. Die vind ik het fijnst. 2 plus 2 gratis. Gewone handzeep. Vindt Chris altijd erg fijn om mee te wassen. 2 nieuwe leesbrillen. Want die gaan hard bij ons. Nou ja, de nieuwe thermometer. En ik had mondkapjes. Even kijken. Hier zijn die andere 2. Die moet Chris morgen mee hebben. Als hij gaat testen. Ik heb er alvast 1 uitgehaald. Die heb ik gepast. Dus die moet Chris nou niet meer in handen hebben. Doei dan. Koekjes en op. Potjes en op. Dentelstikjes en op. Snackjes en op. Ja. Fratje kan niet naar de winkel. Hey, het is vandaag woensdag. Welkom vanuit de COVID cave. Chris is net wezen testen weer. En die krijgt dus morgen uitslag. Die zei zo van, laat het nou maar positief zijn, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Ik zei, ja, inderdaad. Is die onzekerheid weg. Ik heb gedoucht. Ik heb me aangekleed. Ik had puff om me aan te kleden. Ik heb spijkerbroek en een coltrui aan. En ik ben zowaar net met Romke wezen lopen. Ik had mijn mondkapje had mee. Dat ik ze onder mijn kin hangen. Ik lekker even die frisse lucht in mijn longen. Zodra ik iemand tegenkwam, deed ik het mondkapje weer voor. Maar het was net of hier COVID op mijn voorhoofd stond. Want iedereen dook opzij. Ook mensen weten dat ik corona heb. Nou, in principe mag ik vandaag weer naar buiten. Als je 24 uur klachtenvrij bent. Maar ja, ben ik dat? Ik klaag niet. Dus dan ben ik eigenlijk klachtenvrij. Maar ik zit nog wel wat vol op mijn longen. Dus eigenlijk ben ik niet helemaal klachtenvrij. Maar goed, ik heb afstand gehouden. Ik ben het gras ingedoken als ik iemand tegenkwam. Zon schijnt. Ga met die banaan. Ik wil frisse lucht. Het was wel even lekker. Ik heb alleen het gevoel dat ik nou de avond 4 dagen gelopen heb. Mijn hart kan moe. Maar ik heb de wc net met bleekwater schoongemaakt. En ik rook dus helemaal niks. Niks 0,0 op nada. Dus. Nog even uitzitten. Deze coronatijd. Dus dit wordt een super saaie coronavlog. Is er wat bij voor jou dan? Zijn dit spulletjes voor jou?
tentastikjes en botjes. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag. Chris is weer naar het werk. Die kreeg net de uitslag, die is negatief. Nou, snappen jullie het nog? Ik niet. Nee, hij had het liever gehad dat hij positief was gezet. Dan heb ik het maar gehad. Dit is zo onzeker. Ik snap het nog steeds niet hoe het kan. Maar ik heb een beetje een theorie. Ik denk dat het ook een beetje met bloedgroep te maken heeft. Ik heb een stukje gelezen dat mensen met O bloedgroep, dat die minder vaak corona krijgen of minder erg. En volgens mij heeft Chris O. Dat weet hij zelf niet, maar volgens mij heb ik dat ooit eens ergens gelezen. Maar ik kreeg net de bestelling van de plein binnen. Ik heb voor Romke dentelstukjes en botjes. Toen heb ik nog scheermesjes gehaald. Daar heb ik 3 pakken van. Flosdraad van Oral-B. Dit is wat anders dan we anders altijd hebben. Normaal wel die witte, die ronde. Geen idee wat het verschil is. Ik heb nog even een nieuwe mascara gehaald. Want ik heb de indruk van de mascara die ik nu gebruik. Ik last van mijn ogen krijg, maar dat kon ook door het corona gebeuren zijn. En hier ben ik heel blij mee. Dus toch even op de gok, hè, als je het online koopt, die kleur. Ik vind die kleur zo mooi. Ja, heel toevallig heb ik ook mijn nagels. Ja, ik heb zeker een half jaar mijn nagels niet gelakt. Gisteren zag ik in één keer van, goh, laat ik mijn nagels eens even lakken. Maar dit vind ik zo'n mooie kleur altijd, een beetje koraal. Ik zal hem eens eventjes opdoen. Dit is het resultaat. Een heel subtiel kleurtje. Dit is een eentje van Max Factor, een lipgloss. Even zien. Ik vind het een hele mooie kleur. We gaan eerst maar eens even met Romke uit. Die ligt hier te wachten. Zo, schoenen aan. Nou, begin ik nu voor het eerst heel klein beetje verf te raken. Chris heeft een deur geverfd. En die zei gisteren al, ruik jij niks? Want ik proef al een week, proef en ruik helemaal niks. En nu sta ik hier in die garage. Ik ruik vaag wat verf. Ja. Dus. En ik had deed parfum op vanmorgen. En toen rook ik hem ook heel vaag. Dus het begint terug te komen. Dat is wat hoor, als je niks, helemaal niks proeft. Het smaakt alles gewoon een schuimrubber. Niet dat ik weet hoe schuimrubber smaakt, maar gewoon, je hebt de textuur wel. Dan zou ik vanmorgen een plakje cake bij de koffie. Want ik had wel zin in wat. Want eetlust heb ik wel. En dan proef je de textuur van cake. En ik proef het verschil tussen zoet of zout. Maar voor de rest niks. Maar dat ik nu verf ruik, is een goed teken. We gaan de patten, jongen. De zon schijnt. Ik heb wel even zin. Is gisteren ook zo lekker. Kom eens even. Ja, zo lieve mensen. Ik was deze uisters saaie vlog over corona was ik aan het editen. Toen kwam ik erachter dat ik hem niet had afgesloten. Dus dat doe ik bij deze. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog. Als je het een leuke vlog vond, abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. Doei doei!